Zoals je misschien weet, werk ik veel met lage aanpassingslagen en laagmaskers. En misschien is het wel een keer leuk om daar gewoon echt los aandacht aan te besteden. Eigenlijk gewoon een stukje introductie in basis van lage aanpassingslagen en maskers. Want het is een essentieel stukje basis in Photoshop. Neem bijvoorbeeld deze foto. Dit is een platte foto. Dit komt gewoon zo uit de camera. En hier is verder nog helemaal niks aan gedaan. Wil ik hier nou nog dingen aan gaan doen. Dat bijvoorbeeld bijplakken. Of ik wil uh, de belichting gaan veranderen, dan kan ik dat op deze laag doen. Maar ik kan dat ook op extra lagen doen. En ik ga het gewoon even heel simpel uitleggen en niet zozeer werken aan deze foto. Maar meer laten zien wat er mogelijk is. Ik ga allereerst een nieuwe laag aanmaken. En dat doe ik hierboven bij laag. En nieuw. En weet om laag te kiezen. En vervolgens krijg ik dit venster voor mijn neus. En ik ga hier invullen als titel water. En ik geef hem nou, driemaal raden de kleur blauw mee. En ik druk op oké. OK. En je ziet rechtsonder bij het lage paneel krijg ik een laag bij die water heet en die helemaal leeg is. En een blauw kleurtje heeft ervoor. Zet ik nou bijvoorbeeld de achtergrond uit, dan zie ik alleen deze laag water. En deze bestaat uit wit-grijze blokjes. En dat betekent in Photoshop dat die laag leeg is. Er is niks te zien. En zet ik de achtergrond weer aan, dan zie je dus ook geen verschil met de oorspronkelijke foto. Wat is er nu gebeurd met deze laag? In feite komt er een nieuw vel bovenop de foto. Een transparant vel in dit geval. Want zou ik bijvoorbeeld een leuke blauwe kleur kiezen, dan zou ik met een borstel gewoon lekker over het water kunnen gaan schilderen. En ik ga gewoon even uit de vrije hand wat dingen doen. Wanneer je nu naar mijn laag kijkt, dan zie je dat daaronder in de laag, ook in het icoontje, wat blauw is toegevoegd. Deze laag met deze blauwe inhoud ligt dus over mijn foto heen, en de rest is leeg en is dus transparant. Daardoor is de boot te zien. Ik ga opnieuw een nieuwe laag aanmaken. En dat doe ik op een hele andere manier, bijvoorbeeld met de sneltoets Ctrl, Shift en N ingedrukt te houden. En deze noem ik lucht, en deze geef ik geen kleurtje mee. En ik ga vervolgens ook in deze laag een beetje schilderen, maar dat doe ik dan met een lichtbouw en een grotere kwast, wat zachter. En ik verf gewoon even een stukje over de lucht. Ga ik nu kijken naar het lagenpaneel, dan heb ik dus inmiddels al drie lagen. Ik heb de achtergrond waar mijn boot op staat, de laag met water en de laag met lucht. En hier is op zich uh, nog niet zoveel bijzonders mee aan de hand. Ik ga wederom een nieuwe laag maken en dit keer op een derde manier en wel door hieronder op dit icoontje te klikken. En dan krijg ik meteen een nieuwe laag. Wil ik hem nou een andere naam geven, dan dubbel klik ik bijvoorbeeld op het woord laag 1. En krijg ik een venstertje dat ik het kan editen. En ik zet daarin een groene streep. Mag jij raden wat we gaan doen? Inderdaad, we gaan een groene streep maken. En ik pak weer een kwast. En ik schilder gewoon dwars over de foto een groene streep. Omdat deze laag met groene streep nu helemaal bovenaan in het rijtje staat, is dat het eerste wat ik zie. Pak ik bijvoorbeeld de laag lucht en houd ik de muis ingedrukt en sleep ik die erboven, dan komt mijn laag lucht helemaal bovenaan en zal die voor de groene streep zitten. En om die groene streep nou toch weer zichtbaar te maken zijn er verschillende manieren. Ik zou bijvoorbeeld gewoon met het gummetje aan de slag kunnen, en ik zou in mijn lucht gewoon een stuk uit kunnen vegen. Alleen het nadeel is, als ik verder ben in het proces en het was toch niet helemaal de bedoeling, dan kan ik niet meer zo makkelijk terug. Dus ik maak dit nu even ongedaan met Ctrl-Z en ik ga door naar een volgende stap. Ik ga namelijk een laag masker aanmaken. En dat doe ik altijd hieronder bij dit vierkantje met een zwarte puntje. En je krijgt er dan een vierkantje naast bij je laag. Ik ga even alleen deze laag laten zien. En dat doe ik door de Alt ingedrukt te houden en op het oogje te klikken. En nu zie je dus alleen deze laag. In principe de laag is transparant, maar we hebben er met blauwachtig paars in gekleurd. Met een laagmasker kan ik ook nog eens bepalen wat er nu daadwerkelijk zichtbaar is van die laag. En dat gaat heel simpel: standaard als je een laag hebt geselecteerd, ik klik even op het. Icoontje met de lucht, dan, staat daar een, uh, dan staan daar een paar hoekjes, witte hoekjes omheen. Dat betekent dat ik nu actief ben op de laag. Klik ik nu op het laagmasker, dan zie je dat de witte hoekjes daaromheen komen te staan en heb ik op dit moment het laagmasker geselecteerd. Ook hier kan ik inschilderen, hoewel ik het niet zie. Maar als ik ga schilderen, ga ik wel meteen het resultaat zien. Je ziet ook bij mijn kleuren dat de kleuren veranderd zijn naar zwart en wit. Ga ik bijvoorbeeld even terug naar de laag. Dan zie je dat ik groen en zwart heb. Maar laagmaskers werken met zwart en wit en alles daartussenin. Dus ook alle grijstinten. En nu is het voordeel: als ik met de kwast in het laagmasker ga schilderen, dan zie je dat mijn paarse lucht eigenlijk verdwijnt. En je ziet in mijn laagmasker dat daar een zwarte vlek bij komt. En dat betekent dat wat ik gemaskeerd heb met zwart, dat laat hij niet zien van de huidige laag. Dat betekent, zou ik met wit gaan verven over de stukken die ik net zwart heb gemaakt, dan zie je dat mijn lucht daar weer in terugkomt. En om het voorbeeld even wat beter te maken, zoals ik zei, alles tussen zwart en wit, ga ik bijvoorbeeld met grijs aan de slag, dan zie je dat daar toch nog wel enig paars in blijft zitten. Zeker als ik de rest weer aanzet, dan zie je dat de lucht in de rechterbovenhoek toch nog wel beïnvloed is door de paarse kleur. Zou ik nu bijvoorbeeld het hele laagmasker in één keer willen vullen. Ik zet mijn kleurtjes trouwens weer even terug op zwart en wit. Dan kan ik de toetsencombinatie Alt Backspace gebruiken om het met de voorgrondkleur te vullen. Wit. Alles zichtbaar. Of Ctrl backspace om het met zwart te vullen. En dan is er niks zichtbaar. En ga ik nu met wit kleuren, dan breng ik natuurlijk dat masker gewoon langzaamaan terug. En dit is een manier om waarop je de originele laag eigenlijk niet kapot maakt. De, de paarse vorm die ik heb geschilderd, die blijft gewoon intact. Maar met het masker bepaal ik van nou wat je wel en wat je niet te zien krijgt. Want zou ik bijvoorbeeld het hele stuk weer gewoon wit maken, dan zie je dat, nou hij moet er even over nadenken, dan zie je dat gewoon de hele paarse lucht weer zichtbaar is. En zo kan ik op die manier ook juist dingen naar voren laten komen of dingen weg laten vallen. Zonder dat ik aan de laag zelf hoef te komen. Zou ik bijvoorbeeld zeggen van nou ik wil graag de laag water boven de groene streep. Maar de groene streep moet wel zichtbaar zijn boven de laag water. Dan kan ik in de laag water die groene streep bijvoorbeeld uitmaskeren. Hoe doe je dat? Je kunt in één keer alle inhoud van een laag selecteren. En dat doe je door de ctrl ingedrukt te houden en gewoon op het laag icoontje te klikken. En je ziet... Ondanks dat hij niet zichtbaar is, mijn complete groene streep is wel geselecteerd. Nu sta ik nog steeds actief op de laag water. En als ik nu een masker aanmaak, dan zie je dat daar automatisch al het een en het ander gebeurt. En wat hij nou doet, hij laat eigenlijk gewoon de selectie, mijn groene streep, die laat hij zien en de rest gooit hij weg. Daar ben ik het niet helemaal mee eens. Ik heb dat liever andersom. En... Ik druk gewoon op Ctrl-I om het laagmasker om te keren. En op deze manier staat mijn groene streep voor het blauwe vlak, zonder dat het blauwe vlak eigenlijk echt is aangetast. Want hou ik de Alt ingedrukt en laat ik bijvoorbeeld alleen de blauwe vlakken zien, dan zie je dat er nog wel een uitsnede is. Maar als ik nu het laagmasker even tijdelijk uitzet, en dat doe je door de Shift ingedrukt te houden en op het laagmasker te klikken dan zie ik mijn oorspronkelijke inhoud. En je ziet dat er ook een kruis door mijn laagmasker gaat, zodat je makkelijk kunt zien van, hé, hey, dit is niet actief. Dan zet ik het allemaal weer even aan. Dan heb je ook nog andere mogelijkheden. Stel je voor dat ik niet zo happy ben met die groene streep, maar die had ik liever bijvoorbeeld oranje gehad. Nou, ik kan naar groene streep, ik selecteer hem gewoon, en ik ga naar afbeelding, aanpassingen, kleurtoon en verzadiging. En door aan de kleurtoon te trekken kan ik gewoon oranje maken van de groene streep en ik druk op OK. Je ziet ook op mijn laagicoontje dat het geen groene streep meer is, maar dat hij inmiddels oranje is. En dat betekent dat deze verandering ook gewoon definitief is. Ga ik nu verder in de foto en denk ik later: nee, hij had toch groen moeten blijven of een andere kleur, dan kan ik niet meer zo makkelijk terug. Maar daar is ook iets voor verzonnen. Dus ik maak ook dit even ongedaan met Ctrl Z en ik ga een aanpassingslaag maken. En dat doe ik hierboven bij Laag en dan Nieuwe aanpassingslaag en dan zeg ik Kleurtoon Verzadiging. Nou, dat mag gewoon zo blijven heten en ik druk op OK. Je ziet in mijn venster Eigenschappen dat ik opeens de eigenschappen van het filter krijg. En boven mijn laag groene streep is een nieuwe laag verschenen. Een klein icoontje, dat betekent dat het een filter is, in dit geval Kleurtoon Verzadiging en daarnaast ook weer een eigen laagmasker. Ga ik nu. Aan de foto trekken en ga ik bijvoorbeeld kijken of ik het oranje kan maken, dan zie je dat dat invloed heeft gehad. Ik zet dit weer even hier terug en ik gooi deze even weg. Dan is het wat makkelijker te zien. Ik heb nu namelijk een filter kleurtoon en verzadiging bovenop mijn groene streep en achtergrond staan. En ik heb de kleur een klein beetje veranderd. En dat betekende dat mijn groene streep oranje werd. Maar je ziet in de achtergrond ook dat mijn boot paars werd. En dat wil ik nou weer niet. Ik wil namelijk dat die kleurtoonverzadiging alleen van toepassing is op die groene streep. En dat kun je bij het filter heel makkelijk eh, vastkoppelen aan elkaar door er een uitknipmasker van te maken. En dat zit bij dit icoontje. En eventueel ook als je met rechts op het filter klikt, dan heb je daar uit, uitknipmasker opheffen. Maar eventueel ook uitknipmasker maken. En als je de Alt ingedrukt houdt en je gaat tussen de twee lagen inzweven, dan krijg je ook het icoontje en klik je dan, dan koppel je hem ook daaraan. En in dit geval is mijn kleurtoon en verzadiging dus alleen van toepassing op de laag groene streep. En je ziet in de oorspronkelijke laag nog steeds dat hele kleine stukje groen staan. Het is dus nog gewoon groen. Zet ik de aanpassingslaag uit. Dan is het effect weg en is het gewoon groen. En omdat hij met het pijltje gekoppeld is aan de laag groene streep, heeft het geen invloed op mijn achtergrond. En dat is in principe eigenlijk gewoon heel simpel een basis in lage aanpassingslagen en laagmaskers. Je vindt je aanpassingslagen ook hieronder bij dit bolletje. Klik je daarop, dan krijg je namelijk een aantal filters. Dan zou ik bijvoorbeeld eens zeggen van nou ik begin met curve en ik ga er een klein beetje meer contrast in leggen. En ik zet er ook nog uh, niveaus overheen en ik zorg dat het wit mooi zichtbaar is. Ik maak hem nog een klein beetje lichter in het middengebied en ik haal uh, bijvoorbeeld de verzadiging wat verder omhoog. Dan heb ik op dit moment eigenlijk drie veranderingen gemaakt zonder dat ik aan de oorspronkelijke foto ben geweest. Want zeg ik nou bijvoorbeeld van ja dat contrast wat ik met curve heb gedaan, dat was niet nodig. Ik pak gewoon de laag op, ga naar het prullenbakje. En ik gooi hem er tussenuit en weg is mijn effect. Ik kan het ook anders doen. Als ik het met Ctrl-Z nog even ongedaan maak. Ik kan ook gewoon klikken op het icoontje. En ik kan opnieuw mijn filter aanpassen. Ik kan bijvoorbeeld zeggen van nou we gaan de andere kant uit. Ik ga de foto juist zachter maken. Ik ga mijn contrast verlagen. En zo kun je altijd nog gewoon met aanpassingslagen terug. Dus ga niet zomaar in een laag aan de slag met niveaus of met curve of met wat dan ook. Doe dat lekker in aanpassingslagen. Nou, ik vond de contrastrijke omzetting toch net iets fraaier. En als ik bijvoorbeeld eens verder kijk, dan staan er op de boot drie mensen. En deze drie mensen die hebben allemaal een erg blauw shirtje aan. En ik wil dat bijvoorbeeld in een andere kleur. Nou, ik maak een nieuw aanpassingslaag aan kleurtoonverzadiging. En ik ga gewoon kijken welke kleur ik mooi vind. En ik wil ze deze kleur groen hebben. Maar dit wil ik alleen op de shirtjes hebben dus ik zorg ervoor dat mijn masker geselecteerd is, dat is in dit geval met de witte vierkantjes eromheen, en ik druk op Ctrl I om het te vullen met zwart. Dan is er niks zichtbaar en ik selecteer een kwast, maak hem natuurlijk niet te groot en ik ga gewoon lekker met wit zeggen van nou hier moet het filter actief zijn en je ziet het shirt wordt gewoon groen. Ik doe dit even gewoon heel snel, maar je snapt denk ik het principe. Nu heb ik dus een kleurtoon verschoven zodat de blauwe shirts groen werden, en ik heb met het laagmasker gezegd: van, Doe dit alleen bij de shirts. Als ik bijvoorbeeld de Alt ingedrukt houd en op het laagmasker klik, dan zie je ook mijn wijzigingen op dat masker. Zoom ik dan uit naar de volledige foto, dan zie je dat dat maar een heel klein stukje is geweest. En als ik het uitzet, dan hebben die mensen opeens weer iets blauws. En op deze manier kun je dus bezig zijn met een foto zonder dat je eigenlijk dingen stuk maakt. Non-destructief werken heet dat, maar je kunt wel hele ingrijpende veranderingen doen. Sla je dit nu op als een uh, PSD-formaat, dan blijven al deze filters en extra lagen die blijven bewaard en je kunt dus altijd nog gewoon een keer dingen aanpassen. Dus stuur je nou deze foto door aan uh, iemand anders en die zegt van ja, ik ken die wielrenners, die hebben normaal gesproken blauwe kleding. Dan open je de foto weer en je zegt gewoon heel simpel ik zet de laag uit en de shirtjes zijn weer blauw. Ik hoop dat je er iets van op hebt gestoken. Heb je vragen? Mail me gewoon of zet ze hieronder in de reacties. Wil je op de hoogte blijven van meer filmpjes? Neem dan gewoon heel handig een abonnement. Ik zou zeggen: bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei doei!